Salaam alaikum wa rahmatullahi Ja, Zoals beloofd uh, zou ik dit keer met jullie het laatste stukje van de Joods heilige schriften met jullie bespreken. En dan hebben we ze echt allemaal gehad. Laatste keer heb ik een uh, grote samenvatting gemaakt van de Ketubim. Ik heb jullie uitgelegd wat dat betekent. En um, waar we het vandaag over gaan hebben is de Talmud. En de Talmud is eigenlijk waar. De grootste problemen zitten voor de Joden. Er zitten daar dingen in waar je heel erg van schrikt. Zoals we zo meteen. Uh, ik hoop dat ik eraan toekom. Ik weet niet hoeveel ik ga vertellen. Ik wil het vandaag eigenlijk kort houden, dus excuses. Maar in de Talmud zitten eigenlijk de ergste dingen. De ergste dingen wat Joden hebben tegen iedereen die niet Joods is. Um, de, uh, Joden hebben twee Talmuds. Want vaak hoor je mensen praten over Talmoed, Talmoed, Joods Talmoed. Je moet altijd specificeren welk Talmoed je bedoelt. Want er is een oude Talmoed, dat noemen ze de Talmoed Yerushalmi. Uh, oftewel Hebreeuws voor Jeruzalem-Talmoed. Um, ook wel de, de Palestijnse Talmoed wordt het genoemd. En um, ze noemen het ook wel het, de Talmoed van het Land van Israël. Dit is een kortere Talmoed. Het is een oude Talmoed, maar hij is kort. En dan hebben ze. De Babylonische versie, en um, die is heel groot, heel uitgebreid. En als je de historie hebt bestudeerd van de Joden, snap je de ironie. Want de Bijbel heeft een heel grote hekel aan Babel en Babylon. En uh, hij vergelijkt Babylon zelfs met een hoer. Um, dus het, dus om, om te lezen dat Joden, die dus. Enorm zijn aangepakt door Babylon. Die zijn enorm uh, tot slaven gemaakt, aangepakt, mishandeld en noem maar op. En voor een deel begrijpelijk vanuit de kant van de Babyloniërs, zoals ik jullie heb uitgelegd. Het feit dat ze nu een Babylonisch taalmoed hebben, waar zij veel meer waarde aan hechten, is natuurlijk een heel grote ironie voor iedereen um, die dat snapt. Maar nogmaals, ze hebben dus twee taalmoeds. Joden hebben twee taalmoeds. De Israëlische Talmoed, de Palestijnse Talmoed en de Babylonische Talmoed. Beide Talmoeds hebben dezelfde opbouw. Ze hebben twee lagen. De twee lagen die ze hebben, de een heet de Mishnah en de andere is de Gemara. De meeste Joden, zoals ze zelf toegeven, hebben deze boeken nooit of niet goed bestudeerd, um, met name de Mishnah. En wat is de Mishnah? Het is wat ooit mondeling doorgegeven is aan wijsheid over grote onderwerpen, zoals hoe bid ik? Wat is de ritueel van de Sabbat? Uh, hoe hoor je te trouwen als Jood? Uh, wat zegt de Joodse God over scheiden? Hoe ga je om met crimineel en crimineel gedrag? Wat zijn de rituelen die Joden hadden? Hoe hou je zelf puur voor God, figuurlijk en letterlijk? Dat geldt niet alleen maar voor de levenden, maar ook van wat moslims bijvoorbeeld doen: het wassen van een lichaam van een overleden persoon. Dit wordt besproken met toelichting wat verder uitgebreid is dan wat je leest in de heilige boeken van de Joden zelf. Ook dit weer kan je vergelijken met de hadith, zoals heel veel moslims zeggen: om te weten hoe ik moet bidden, moet ik de hadith lezen, want Allah heeft dat niet gegeven in de Koran. Het is heel bizar. En dat we als moslims niet geloven dat de Koran niet compleet is, rampzalig, maar jullie weten hoe ik daarover denk, ik heb daar al heel vaak het een en ander over verteld, wij doen niet anders als waar de joden en de christenen de fout en de mist zijn ingegaan, dus we, een grote deel van de moslims die hebben eigenlijk dezelfde pad bewandeld. We zitten nu zover dat moslims, als ze gaan praten over de islam. dan verwijzen ze niet naar de Koran, maar dan verwijzen ze naar de hadith. En ik krijg kippenveld in waar ik jullie dat vertel. Het is rampzalig, het is rampzalig. Het is, het is, eigenlijk zeg je daarmee tegen Allah. Uh, de boek die we van Allah hebben. die is oké, okay, maar niet compleet. Ik ben blij dat ik de hadith heb. En de hadith die zijn jaren na de dood van ons profeet opgeschreven. Dus. Um, en ik weet het, ik heb dit heel vaak verteld, maar ik erger me enorm aan mensen die de Hadith heilig hebben gemaakt. En er zijn heel veel imams die, die jou bijna willen ophangen als je zegt dat je alleen maar in de Koran gelooft en niet in de Hadith. Maar goed, ook hier moet iedereen voor zichzelf uh, weten: ik ben hier niet om iemand uh, om u niet te beïnvloeden. Maar weet wel wat alleen de Koran zegt. Vertrouw niet het woord wat geschreven is door de persoon zelf, vertrouw het woord van Allah. Dus zoiets hebben de, de Joden ook, en zo, zoals later, inshallah, als we het christelijk geloof gaan bespreken, zullen zien dat christenen zijn niet origineel zijn. Ze hebben alles gekopieerd aan de hand van de formules wat ze geërfd hebben van de Joden, want christenen zijn in origine Joden. En dat, dat, de, de Joden, daar kom ik nog op, uh, op terug, um, Joden hebben een term, en dat gebruiken ze, dat is als volgt, uh, de zelfhatende jood, dat hoor je, dat is niet alleen maar grappig bedoeld, dat is echt een oude term. Een zelfhatende jood, dat is een term die joden gebruiken om iedereen aan te wijzen die niet eens is met het joods uh, geloof zoals dat nu is. Dat noemen ze Hanifim. Ik weet, en mensen die de Koran hebben studeerd, die gaan schrikken, want het woord Hanifim gebruikt Allah om Abraham mee aan te wijzen. Dus, maar daar kom ik nog op terug. We blijven nu nog even bij de Talmuds. Ik heb jullie verteld, er zijn twee Talmuds. Ze zijn opgebouwd uit twee lagen. De Mishnah, dat zijn eigenlijk de tafsir, zoals de moslims dat noemen. We hebben de tafsir. Uh, je neemt versen uit de Koran en er zijn geleerden die zeggen van, uh, dit is wat Allah ermee bedoelt. Dat is de Mishnah voor de joden, dat is in deze talmoed. En dan hebben ze de Gimara, die Gimara. Dat is weer de uitleg van. Dus het is een uitleg van een uitleg. Het is een soort ketting. Uh, je hebt de Torah, dat wordt uitgelegd in de Mishnah, en de Mishnah, als het nog te, te moeilijk voor je is, wordt uitgelegd in de Gemara, en de Mishnah en de Gemara, dat is de Talmud. De Gemara zou je eigenlijk kunnen ver vergelijken met een rechtbank, waarbij de rechter bewijzen wil zien en horen, zodat het verhaal uiteindelijk moet kloppen. Uh, dus hoewel er al genoeg bewijzen zijn vanuit de Torah, de profeten, de Ketubim. Uh, is de Gimara een soort algeheel samenvattend, een soort advocaat die aan jou als lezer, de rechter, uh, uh, jou moet overtuigen van wat lees je en hoe moet je het zien en hoe, hoe moet het kloppen? Hoe moet je het zodanig snappen dat het moet kloppen? Dit is niet vreemd, dit hebben wij als moslims ook, dat noemen wij de tafsir. De tafsir van de Koran en de hadith die, de, die eigenlijk uitlegt wat uh, ons profeet allemaal heeft gedaan. Ik heb niks tegen de tafsir, ik vind de tafsir een heel goed iets, want inderdaad, de Arabisch van de Koran is te klassiek en is te lastig. Als je daar niet in verdiept hebt, snap je er helemaal niks van. En het zijn juist mensen die de Arabisch taal van de Koran niet hebben begrepen, in het leven hebben geroepen wat katholieken geloven, namelijk dat een genie kan bezitten. Dat heeft te maken, dat heb ik jullie uitgelegd in een andere serie, met bewijzen, versen, noem maar op. Doordat mensen de Arabisch-Koran gaan benaderen op dezelfde, Arabisch, op dezelfde manier als wanneer je de Arabisch benadert die je op school leert. En dat is, dat is, dat is echt, dat, ook dat kan rampzalig zijn. Want dan krijg je een heel ander verhaal als wat Allah bedoelt. Um, dus de, tegen de tafsir heb ik helemaal niets tegen. Ik ben heel blij dat de tafsir bestaat. Maar de hadith vind ik echt glad ijs. En goed, dat is dus wat we hier zien. Dus dat is ook wat je een beetje kan vergelijken. Uh, alleen Joden hebben heel veel. Moslims hebben tafsir, uitleg van de Koran en de hadith. Wat onze profeet gezegd zou hebben. Waarbij we heel groot vraagtekens moeten zetten. Want sommige dingen komen niet overeen met de Koran. Dus ja, dus als het niet helemaal klopt, dan blijf ik er vanaf. De Joden hebben heel veel hadithboeken, collecties. Waaronder de Getobim. En de Talmoed. Ze hebben gewoon heel veel. Ze gaan al heel lang mee. En wat krijg je als iemand heel lang meegaat? Zijn bibliotheek is wat voller dan die van jou die niet zo lang meegegaan is. Dit heel proces, wat ik niet korter kan uitleggen, sorry, het ligt aan mijn tekortkoming. Ik hoop dat jullie het snappen. Dit heel proces heet de Talmoed. In grote lijnen. En uh, net als de, uh, uh, Wat is het? Net als deze Joden die. die uh, ons voorzijn, volledig verdwaald zijn in het bestuderen van de bijzaak in plaats van de hoofdzaak. Dus ze negeren de Torah en leven zich helemaal los op interpretaties van de Talmoed. Is ook wat een beetje bij ons is gebeurd. We negeren de Koran en we houden ons alleen maar bezig met hadith. Het is, nogmaals, wat ik net aangaf, het is zeer gevaarlijk, gladde ijs. En uh, waarom? Omdat we gewoon heel oprecht en eerlijk moeten zijn. Dit is waar de joden en de christenen de mis zijn ingegaan. Dat gebeurt ook bij ons. We moeten het eerlijk kunnen uh, uh, uitleggen. Anders zitten we hier alleen maar circus te spelen met elkaar. Heeft geen enkel zin. En je kan niet zeggen wij de moslims zijn beter. Want dat zijn we dus niet. We maken dezelfde fouten. Wat verder opvalt aan de Talmud is dat hij geschreven is in twee talen. Hebreeuws en Aramees. Weliswaar zijn het uh, zustertalen talen van elkaar. Maar het zijn niet helemaal dezelfde talen. Je kan het een beetje vergelijken met... Uh, uh, je kan het vergelijken met Nederlands en Duits. Ja, ik denk dat dat een goede vergelijking is. Dus Hebreeuws en Aramees is een beetje Nederlands en Duits. De klank, de woorden zijn hetzelfde, maar het is niet, het is niet, helemaal. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar als je het één spreekt, kan je het ander snappen, in grote lijnen. De Talmud wordt uh, vermeden door Joden om te bestuderen. Waarom? Omdat dat zeer, zeer lastig is. De taal van de Talmud is oud Hebreeuws en heel veel Joden beginnen er niet eens aan. En als ze dat doen, dan gebeurt dat altijd in een groep, of minstens twee, twee aan twee. Dus dan zegt de rabbijn, we gaan dit bestuderen, dat doen we in groepsverband. Of hij weest twee mensen aan die maatjes moeten vormen. Waarom? Omdat het gewoon heel lastig is om het voor jezelf te snappen. En de kans bestaat dat je het niet gaat snappen. Het is een ander soort Hebreeuws. Dus ook Joden, die kunnen wel zeggen van we zijn origineel en de kinderen van God en we snappen het ook zij hebben zoals ieder volk op aarde een evolutie meegemaakt waarbij hun oude Hebreeuws verloren is en het Hebreeuws wat ze nu spreken is eigenlijk een gemoderniseerde Hebreeuws. Deze proces van uh, de Talmud bestuderen in groepsverband of met z'n tweeën, dat noemen ze de havruta. Dus het is gewoon een erkend proces. De Talmud is gewoon heel lastig. De Talmud is heel laat vertaald en wat je merkt is dat Joden daar liever niet al te veel over praten en niet te veel over uitleggen, uh, want net wat ik aangaf aan het begin van deze video, daar staan heel veel zaken in die echt niet kunnen. Dat is gewoon een heel hard feit, een heel hard gegeven. Uh, uh, er staan zaken in de Talmud die zeer, zeer discrimineren naar iedereen die niet Joods is. Dus natuurlijk ga je dat niet als het eerst presenteren vanuit je geloof, uh, dus daar wordt heel veel eromheen gepraat. En de Talmud wordt eigenlijk zo goed als uh, 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 niet besproken. We gaan er nog op in bijvoorbeeld om, om, om jullie een voorbeeld te geven. Wat de Talmud leert. Um, en het is misschien een heel hard taal. Maar jongens, um, neem het aan als een stukje on onderwijs wat we hier met elkaar doen. Of een stukje kennisdeling. Niet onderwijs, want ik, ja, ik ben geen onderwijzer. Uh, neem het aan als een stukje, als een stukje uh, kennis. Slash filosofie wat we hier met elkaar doen, Ga er niet te veel aan hangen. Dit is uh, gemaakt in een tijd wat al heel oud uh, terug ligt. In de tijd van onderdrukking. Dus we kunnen de Joden die vandaag de dag leven, kunnen we ze niet kwalijk nemen dat ze dit hebben geërfd van hun voorouders. Onthoud dat, het is heel belangrijk. Want anders krijg je allerlei toestanden waarin we uh, uh, vinger gaan wijzen naar Joden. terwijl dat niet mag. Want Allah waarschuwt de moslims om. Uh, um, de Joden te straffen of raar te gaan doen of naar te gaan doen tegen de Joden. Als we al in de Koran lezen dat Allah tegen de Joden zegt dat ze nog een laatste kans gaan krijgen aan het eind der tijd. Ergens in dat proces, het begin van het eind, zegt Allah tegen de Joden. Ze zullen verzameld worden in Jeruzalem, wat nu eigenlijk gebeurd is sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dat, goed, dat, dat hebben wij natuurlijk in de Koran. Dus als moslim moet je niet al te veel verdriet en pijn hebben dat de Palestijnen onderdrukt worden in Jeruzalem, in Palestina, eh, dat Joden het nu hebben overgenomen. Als je de Koran hebt bestudeerd, is dit een heel natuurlijk gang van zaken wat Allah ons al heeft verteld. De Joden zullen ver verzameld worden. Die vers heb ik met jullie gedeeld en ik heb het met jullie uitvoerig uitgelegd. Alle zegt in de Koran tegen het begin het proces van het einde tijd zullen de Joden verzameld worden op één plek. Ze gaan weer een plek krijgen. En Allah zegt van dat is niet zoals de Joden zeggen het beloofde land. En we gaan uh, feest vieren en we gaan het vieren, want God heeft ons beloofde land gegeven. Dat is wat de Joden geloven. Allah zegt in de Koran: ik verzamel ze op één plek om ze nog een laatste kans te geven: van nu hebben jullie een stukje land. Hoe gaan jullie gedragen tegenover de wereld en tegenover mij als jullie maker. Letterlijk staat het er zo in. Dus ze krijgen nog een kans. Dus het feit dat ze zich aan het verzamelen zijn in Jeruzalem of in Palestina, dat ze Palestina willen overnemen, laat gaan, maak je er niet druk om, word er niet boos om. Natuurlijk doet het pijn om te zien dat je mede-moslims lijden en ze lijden enorm. Maar zo meteen ga je snappen, als ik zo meteen de rest van de Talmud met jullie doorneem, ga je snappen waar dat vandaan komt, waarom de Joden zo zijn zoals ze zijn. Het is ergens... Uh, is het wat ze geërfd hebben. Dus als we boos willen zijn, moeten we niet boos zijn op de joden die er nu zijn. We moeten boos zijn op de mensen die Talmud hebben opgesteld. En wij niet alleen maar als moslims. Maar je gaat zo meteen horen wat ze tegen de blanken zeggen. Tegen iedereen die niet joods is. Wat ze tegen blanke ras, elk ras. Dat komt zo meteen. Wat de Talmud doet, is hij leert de joden, en het klinkt heel hard... En daarom heb ik jullie dit verteld. Jongens, laat dit niet een aanleiding zijn om haat te hebben voor de Joden. Ik vertel jullie dit omdat we het hier hebben over Joodse geschriften. Zoals we ook de islamitische geschriften hebben bestudeerd. De Talmud leert de Joden om via een soort... Um, ja, ik heb er geen ander woord voor. Maar om via een slieuw manier um, God een beetje voor de gek te houden. Dat is wat de Talmud is. En ik, ik ga het zo bewijzen. Uh, dus als Joden willen zondigen... Hoe kunnen ze zondigen zonder dat dat uh, direct te markeren is, denken ze, dat is hun filosofie. Zonder dat dat direct te markeren is als zonde bij God? Dus ze spelen een spelletje met God. Hoe kunnen wij zondigen zonder dat Allah, of God, niet Allah, ze geloven niet in Allah. Hun God, Yahweh, Hashem, of hoe ze hem ook noemen, uh, dat die ons uh, niet straft? Een voorbeeld. Dat, en dat is echt een, een, een werkelijk voorbeeld, dat wordt ook zo gegeven. Stel. Als een Jood een niet-Joods wil doden, dan hoeft hij hem vast te binden. En nogmaals, dit staat erin. Dus als een Jood niet-Joods wil doden, hij hoeft hem vast te binden, zodat die persoon niet vrij kan komen, zodat hij niet uh, uh, los is om te eten en te drinken. Uiteindelijk kan hij doodgaan. Wat zegt een Jood? Als hij doodgaan is, is het omdat hij niet heeft kunnen eten en niet heeft kunnen drinken, en niet omdat ik hem vastgebonden heb. Want uh, uh, dat ik hem vastgebonden heb is niet de directe oorzaak van zijn dood. Dus, kan mij wel schelen dat hij dood is, het is mij niet aan te rekenen. Dit is in een notendop wat de Talmud doet met de wetten. Die gelden alleen maar voor de Joden. Dus onthoud het, de Talmud is 100% pro-Joods. Daar waar de Koran zegt van. Iedereen in de ogen van Allah is gelijk, als hij maar vroom is, Rechtvaardigen noem maar op, daar waar Allah zegt dat we de joden en de christenen moeten accepteren, zo ver dat we zelfs met ze kunnen trouwen, hun eten kunnen eten, zeggen de joden niks van, uh, de Talmud leert dat alleen joden mensen zijn en de rest is een dier. Wat je ermee doet, mag je zelf weten als Jood, je wordt er niet voor gestraft. Nogmaals, dit zijn niet mijn woorden, dit is letterlijk de Talmud en ik ga zo meteen de letterlijke versen met jullie doornemen. Er uh, is een rabbijn die hier op los heeft gefilosofeerd. En, uh, die zegt van, Joden, die, uh, niet Joden, niet Joodse mensen, uh, waarom hij dat zegt is van... Uh, 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 hoe bijzonder Joden zijn en hoe bijzonder ze altijd uh, 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 zullen blijven. Zelfs de mensen die beginnen als niet-Joods en later bekeren tot het Jodendom, dit is wat deze rabbijn zegt, ik ben zijn naam vergeten, volgens mij heb ik het ergens genoteerd, el was het volgens mij? Nee, weet ik niet. Oh ja, rabbijn Yosef Mizrachi, Yosef Mizrachi zo schrijft het, maar het is Hebreeuws, dus het zal wel uitgesproken worden als Mizrachi. Dus het is Yosef, niet zoals wij dat schrijven, Y-O-S-E-F, -S Achternaam, M-I-Z-R-A-C-H-I, Jozef Misrachi. Deze rabbijn is echt heel hard, heel grof en heel racistisch, zowel naar de christenen als naar de moslims. Maar goed, ik, ik, ik bestudeer hem wel, want je moet wel kunnen weten hoe ze denken, anders, anders kan je ze niet bestuderen. Deze rabbijn, die leeft nu, dat is niet een oude rabbijn, die leeft nu en die zegt het volgende: Joden zijn altijd Joden geweest. Zelfs de mensen die later tot het Jodendom bekeerd. Dat zijn niet niet-Joods, dat zijn Joden die vroeger hebben geleefd en onder dwang van de Perzen, van de Babyloniërs, de Romeinen, noem maar op, niet-Joods hadden kunnen blijven. Die hebben toen een ander geloof gekozen en zo zijn ze doodgegaan. En ze zijn nu gereïncarneerd. Dus het wordt nu interessant, jongens, want wij weten dat Joden en christenen niet de reïncarnatie mogen geloven. Maar deze rabbijn, die neemt de vrijheid om de Joden toch zo te indoctrineren dat ze gaan geloven in reïncarnatie. En hij zegt, bestaan geen niet-Joods. Wij zijn Joods en zelfs de mensen die later tot Jodendom bekeerd, dat zijn mensen die gereïncarneerd zijn nadat ze niet-Joods mochten zijn in hun vorige leven. En die kiezen nu, onder deze omstandigheden waarin dat wel kan, om alsnog Joods te kunnen zijn. En hij zegt, dezezelfde rabbijn zegt... Alleen de Joden mogen het woord van God krijgen, moslims en christenen, die kunnen stikken, want die zijn niet waardig genoeg om het woord van God te krijgen. En hij zegt: De Torah is niet bedoeld om bestudeerd te worden door een moslim of door een christen. Doen ze dat toch, dan heeft een Jood een recht om je te doden. Dus wat ik hier doe, met jullie de Torah en de Joodse uh, geschriften uh, lezen, dat zou voor een Jood het recht geven om mij te doden, want ik ben niet waardig genoeg om dat te bestuderen. Dat zegt ook deze rabbijn: alleen Joden mogen Joodse geschriften lezen en bestuderen, want dat is te heilig. En iedereen die niet joods is, is te vuil, is vies en niet puur om dat te mogen bestuderen. Het is eng, het is extreem, maar dit is, dit is wat het is. En daarom verbaast het mij, om heel eerlijk te zijn, dat iedereen zich alleen maar focust op de islam, terwijl de islam heel tolerant is. Het is, het is, het is ongelooflijk wat er gebeurd is op de wereld. De islam die. Zegt tegen de moslims: accepteer iedereen, accepteer de Joden, accepteer de christenen. Die wordt weggezet als een terroristisch geloof. Waarom? Zodat de aandacht wordt afgeleid van waar het probleem echt zit. Want hoewel dit in de Joodschriften zit, zitten de christenen ook met gebakken peren, want christenen geloven ook in de psalmen. En de psalmen zitten niet in de Torah, maar die zitten in de Githubim. Maar christenen hebben zichzelf de verplichting opgelegd, volledig zichzelf. Dus ze zijn niet verplicht, ze kunnen ook de leer van Jezus uh, uh, aanhangen. En, maar goed, nee. Ze hebben een probleem, omdat Jezus heeft gezegd, ik kom om de Torah uit te leggen en niet om de Torah uh, uh, te vervangen. Dus ze, die christenen hebben geen, geen uitweg. Ze moeten de Torah aannemen, inclusief alles. Uh, uh, dus... Dus hoewel de Torah tegen de christenen is, en dit staat er allemaal in, moeten de christenen, als ze moeten kiezen tussen de islam die zegt van christenen en joden zijn oké, okay, of alleen maar het jodendom wat zegt alleen joden zijn goed, christenen en moslims zijn vuil, moeten de christenen toch kiezen voor de kant van de joden. Dat is wat hun geloof ze oplegt. Het is, het is, het is een handicap en een beperking en een heel groot dilemma voor de christenen. Overigens, dat reïncarnatieverhaal en de voodoo. Um, heeft geboorte gegeven aan de Kabbala. En ik denk dat jullie allemaal van de Kabbala hebben gehoord. Het was een tijdje helemaal in. Dit is wat de Kabbala is. Uh, we kunnen God zien, we kunnen God oproepen. We zijn allemaal een soort mythisch goddelijke wezens. En, en, en gaat door en gaat door. Dat is de Kabbala. En dat is ook hierdoor enorm beïnvloed. Door dit soort, dit soort mysticisme noemen ze dat van het jodendom. De Joden bijvoorbeeld eten ook geen halal vlees. Wij moslims zeggen: als het maar kosher is, dan eet ik het, omdat Allah dat zegt. Jullie kunnen het eten van, van de praktiserende Jood en praktiserende christenen mogen jullie eten. Joden, en inclusief deze rabbijn Yosef Misrachi, die zegt: nee, Joden mogen alleen maar kosher eten. Halal vlees is niet echt. Hij, dit is zijn filosofie. Hij zegt: de moslims hebben het concept van kosher gekopieerd, maar ze zijn te dom om het volledig te doen zoals het hoort, want God heeft alleen de Joden de, um, hoe noem je dat? de geheime kennis gegeven hoe kosher hoort, en aangezien de moslims ons hebben gekopieerd, is hun halal-versie vals. En daarom mogen uh, uh, de Joden halal vlees niet eten. Dit is natuurlijk heel raar, want als wij de moslims, als de profeet Mohammed, vrede zij met hem, wilden kopiëren, dan gaat hij niet de joden kopiëren waar in al hun boeken ze door hun eigen god worden uitgemaakt voor demonen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Als je wil kopiëren, kopiëren iets wat heel mooi is. Je kopieert niet iets wat zichzelf demon noemt. En ik heb met jullie, wat zit er nu op, 35 video's, dat is nu nog alleen maar de Torah, ik ben nog niet bezig met het christelijk geloof. Elk passage van de, van de Joodse geschriften is er wel 1, 2, 3, 4, 5 keer waarin hun God ze demonen noemt. En waarin Yahweh, de God van de Joden, de wereld waarschuwt. Letterlijk. Dus, dus als onze profeet de Joden wil kopiëren, als hij wil kopiëren, dan gaat hij de christenen kopiëren. Dan gaat hij niet de Joden kopiëren. Want de christenen, die noemen zichzelf tenminste nog geen demonen. Snap je? Dus het hele concept van kopie... Dat wordt zo gedibankt en, en onderuit gehaald. En ik heb met jullie video's gemaakt waarom de Koran niet de kopie is van de Torah en niet de kopie is van de Gospels. Want het enige wat we uh, gemeen hebben zijn alleen de namen. Het verhaal is totaal anders. Neem het verhaal van Maria bijvoorbeeld. De Joden zeggen: uh, uh, Maria was een slet en die, ging, uh, die had seks met man, Jan en alle man. Dat is één extreem kant. Dus ze was een slet en ze had seks met iedereen. De christenen zeggen ze was de moeder van God. En wat zegt Allah over Maria? Hij vraagt, die, hij vraagt niet. Allah vraagt niet. Hij, hij vertelt. Het is een rhetorisch vraag. Hij vertelt de Joden en de christenen. Waarom zijn jullie zo extreem? Dit lezen wij in de Koran. Waarom zijn jullie extreem, zegt alleen de Koran. Tegen de Joden en de christenen. En het is een heel mooie manier om het te verwoorden. Uh, en natuurlijk, Allah verwoordt altijd alles perfect. Want wat gebeurt er? De ene kant noemt Maria een hoer, de andere kant noemt Maria de moeder van God. Dus het is echt van het een uiterste naar het ander uiterste. En Allah leert ons in de Koran dat Maria niet meer was als een mens, wel een heel bijzondere vrouw zegt Allah, en Hij heeft haar verheven boven de vrouwen van de wereld, omdat zij altijd kuis heeft geleefd in de tempel. Zij was als cadeau aan Allah gegeven door haar moeder. Dat was de wens. En toen ze opgroeide, was ze ook volledig oké okay met het feit dat ze in een tempel zou leven. Onder bescherming van haar oom eh, Zechariah, wat de Joden en de Christen ook kennen, Zechariah. Dus was een heel bijzondere vrouw, maar nog steeds mens, eh, eh, zegt Allah. Dit, dit is maar eens om een voorbeeld te noemen: dat de Koran niet de kopie is van de Torah, nog van de christelijke Bijbels. Of het verhaal van Mozes. Joden zeggen: Mozes heeft de achterkant van God gezien. En hij heeft het licht van God geabsorbeerd. Christenen idem dito, want die moeten dit overnemen. Hun Bijbel bestaat uit de eerste vijf boeken van Mozes. Terwijl Allah in de Koran leert dat niemand hem kan zien. Toen Mozes Allah vroeg van mag ik u zien? Toen zei Allah kijk naar de bergen. Als de bergen het kunnen volhouden dat iets van mij zichtbaar materialized wordt op deze wereld, dan kan jij dat ook. Maar als ze dat niet kunnen, kan jij dat niet. En de bergen... Is symbool voor iets wat heel stevig en, en, en solid is hier op aarde. Er bestaan aparte verhalen in de Koran over de bergen zelf en waar ze allemaal voor staan. En uiteindelijk is Mozes een Saka, noem ik dat in de Koran genoemd, is hij flauw gevallen. Hij kon God niet zien, dat kon hij niet aan. Het systeem van het menselijk lichaam kan God niet bevatten zoals we hier op deze aarde zitten. Dus hoezo is de Koran een kopie. Van de Torah of van de Gospel. Dat zeggen alleen maar achterlijke mensen. die, weet ik het. ergens Coca-Cola zitten te drinken. met een zakje chips erbij. en nooit de Koran hebben bestudeerd. Nu komt het, en dit is echt heel bizar. Dus, Joden hebben hekel aan iedereen. Daar komt het op niet. Dit is niet mijn woorden, jongens. Dit is de Talmud. Neem bijvoorbeeld de Babylonië-Talmud, Joma 9b. Dus, alles wat ik hier vertel, is niet omdat ik aan het overdreven ben. Dit is letterlijk wat in de Talmud staat. Joden zeggen alleen Joden zijn mensen. Moslim, boeddhist, christenen, whatever. Dat zijn geen mensen. Die, die kan je gewoon doden wanneer het je uitkomt en God zal jou daar niet voor straffen. Het is heel eng. Het is echt een heel eng geloof. En dat wij moslims worden weggezet als de engerts op aarde, heb ik nooit kunnen begrijpen. Het is een heel politiek agenda en het is zo gelukt. Prima, we gaan daar niet over discussiëren, laat gaan. Terwijl ze in deze, en de tegenstrijdigheid gaat gewoon door. In dezezelfde Talmud, de Babylonische Talmud, zeggen de Joden, de eerste tempel was vernietigd door drie zaken. We gingen andere goden aanbidden, we hadden seksuele relaties wat niet oké okay waren en we gingen heel veel doden. Daarom is de eerste tempel van Salomon vernietigd, zeggen de Joden. De tweede tempel, want hij is daarna herbouwd. De tweede tempel is vernietigd door God. Waarom? Omdat wij mensen gingen haten zonder reden. Dus ze weten het. Deze Talmud vertelt de Joden. De tweede tempel is vernietigd omdat ze mensen gingen haten zonder reden. Puur alleen maar omdat iemand niet joods is, gingen de Joden ze haten, zegt de Talmud. En daarom heeft God de tweede tempel vernietigd. En wat doen ze? Nog steeds is de leer, de harde leer, die ze er niet uit kunnen krijgen dat als je niet joods bent, ben je niet mens. En dat is eigenlijk heel triest wanneer je het christelijk geloof uh, uh, gaat bestuderen, dan heb je van die christenen die zeggen van, uh, nou, uh, joden, uh, ja, dat is de oorsprong van Jezus, uh, God uh, ziet de joden als de... de de, de kinderen van hem en wij als christenen worden verplicht om Joden te steunen. Want als je een Jood niet steunt, is het net alsof je in God niet gelooft. Waarom? Ze zijn gehersenspoeld. Door dat ene zin in Matthew waarin Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om de Torah te vervangen. Ik ben gekomen om de Torah te praktiseren en volledig te maken. Maar dan moeten we gaan kijken naar welk Torah. Wij weten in de Koran dat Allah zegt dat de Joden Torah hebben vervast. Ik heb jullie verteld dat Joden in de tijd van de Romeinen was de hele tempel onder Romeins regering. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn woorden van westers geluk. Blank wetenschappers die dat hebben vastgesteld, heb ik allemaal met jullie gedeeld. Met boek, bladzijde, passages, screenshots heb ik gemaakt en alles. Wat was er in die tijd? Romeinen hadden letterlijk de sleutel van de synagoog, van de tempel de grote tempel. Dus als rabbijn moest je om zeven uur als je dag begint aankloppen bij de Romeinen. En dan moet je zeggen van ik ben er en ik ben de rabbijn, mag ik mijn kleding en mag ik de sleutels van de tempel. En dan kreeg je dat van de Romeinen. Aan het eind van de dag moest de rabbijn zijn kleding, de rabbijnskleding uittrekken. En dat weer inleveren bij de Romeinen. Dus als dit zover was, is het dan gek om te bedenken dat de Romeinen dan ook de Torah vervast moeten hebben? Want anders zitten ze met een probleem. Dan kunnen ze de Joden in Jeruzalem niet onder de duim houden. Als ze het originele Torah zouden hebben, waarin Allah zegt dat ze tegen ieder pagan moeten vechten die hun. Uh, uh, wel onderdrukken in, in dit land. Dat is natuurlijk. Daar hebben de Romeinen geen boodschap aan, dus de Torah moest aangepast worden. En um, dit is trouwens niet alleen maar in de Talmud dat uh, Joden mensen haten zonder reden. Dit lezen wij ook in Psalm 69, vers 4, Als je het voor jezelf wil controleren. Voor de mensen die uh, niet zo goed zijn in de Engelse taal of de Nederlandse taal en die de Talmud willen bestuderen, hij is ook vertaald naar het Arabisch. In 2012. En het is, het is eigenlijk een heel mooi iets. De Talmud is vertaald door zowel een groepje moslims en christenen. Dus dat kan jongens, we kunnen samenwerken. We hoeven niet altijd elkaar te haten en weet ik het. Dat waren moslims en christenen. Die kwamen bij elkaar en die hebben deze Talmud vertaald tot grote woede van de joden. Want ze vonden dit een soort belediging en discriminatie. Waarom, waarom is dit discriminatie? Je vertaalt de Talmud en dan is het discriminatie. Het is gewoon vertaalwerk, zoals ieder boek vertaald is. Nee, vinden ze, want nu gaat iedereen lezen wat er over hun bij ons in de Talmud staat en dat is natuurlijk niet fraai. Wat zegt de Talmud over Jezus en over Maria? Heel veel Christenen zijn heel boos en die zeggen van: nou, de Talmud spreekt heel slecht over Jezus en spreekt heel slecht over Maria. Ik heb echt Uren, uren besteed, zonder overdrijven. Uren heb ik besteed aan het uh, onderzoeken uh, uh, van zo'n zo um, passage in de Talmud. Het is er, maar er zit een maar aan. Het is er, maar er zit een maar aan. En dat is in de Babylonische Talmud, wat ze noemen de Sanhedrin 43a. Waarin staat, On the eve of the Passover, the hang Jeshu, And the herald went before him for 40 days, saying he is to be stoned because he practiced magic and led uh, Israël to revolt. Dus daar is Yeshu is de Hebreeuwse naam voor Jezus. Hij heet Yeshu. In de Islam heet hij Isa. Dus, daar is een Jezus die gestenigd is, niet gekruisigd is, maar hij is gestenigd. Waarom? Omdat ze zeggen dat hij aan Voedu deed en hij heeft Israël misleid. Maar die Jezus waarin christenen geloven. heeft Israël niet misleid. Die kans heeft hij niet eens gehad. Sterker nog, Israël heeft hem gekruisigd, zeggen de christenen. Um, hier ga ik nog misschien in de toekomst, inshallah, een aparte video over maken. Je moet het zo zien: daar is een Jezus, wat voorkomt alleen in de Joodse geschriften. En dat is een heel andere Jezus dan die Jezus die voorkomt in de christelijke schriften. Dat is weer een heel ander Jezus dan die Jezus die voorkomt in de Koran. Dus wij hebben te maken met drie Jezussen, zou ik even kunnen zeggen. Drie, drie mensen die Jezus heten en alle drie hebben ze een ander verhaal. Dus dat maakt het heel lastig om een link te leggen tussen deze Jezussen. Dus Joden hebben hekel aan een Jezus, maar dat is een heel andere Jezus als waarin de christenen geloven. Dus wat zeggen Joden? Die beroepen zich hierop en die zeggen van... Als wij in Jezus hebben gedood, dan kan het nooit dezelfde Jezus zijn die jullie tot God hebben gebombardeerd. En wel om de volgende reden. Hij is dus op de avond van de Passover is die opgehangen, niet gekruizigd. En hij is gestenigd. Waarom? Omdat hij voodoo deed en hij heeft Israël eh, misleid. Nogmaals, de versie van Jezus waarin christenen geloven... Deze Jezus heeft niet eens de kans gehad om iets te doen. Bam, boem, hij is binnengekomen, bam, hij moest op, uh, gekruisigd worden. Hij heeft niks kunnen doen. Uh, um, hij is de koning van de Joden genoemd, maar de Joden zeggen van, dat is uh, een soort cynisme. Want hij denkt dat hij ons koning kan zijn. Hij denkt dat hij ons uh, messiah kan zijn, maar dat is hij niet. Dus het, is, het werd meer gebruikt als cynisme. Ja. Uh, Verder lezen wij in de Babylonische Talmud en de Palestijns-Israëlische Talmud het volgende. Dit is weer een andere versie van Jezus. Er was een Ben Stara. Dat noemen ze ook Ben Stara, Ben Stada. Dit was een tovenaar die allerlei voedselpraktijken heeft geleerd in Egypte en dat heeft hij met zich meegenomen. Deze man, die Ben Stara heet, had ook tatoeages. En dat mocht niet bij de Joden. Tatoeages mag niet. Zijn moeder heette Stara. En ze was getrouwd, maar had een minnaar daarnaast. Dus ze was getrouwd, had seks met een andere man, en die man heet Pandira. Haar naam zou Miriam zijn, dus Maria. Dus hier is er weer een link met een dame die Maria heet. Zij zou zijn kapster geweest, en ze had seks met Romeinse soldaten. In het bijzonder met iemand die heel hoog stond als een soort officier in het Romeinse leger. En haar, zijn naam was Pandira. Dus daar is een Jezus en die wordt genoemd de zoon van Pandira. Is het dezelfde Jezus als, als waarin de christenen geloven? Dit is heel ingewikkeld jongens. Ik denk dat jullie me moeten volgen met pen en papier. Want de naam Jezus is nu volgens mij honderd keer voorbij gekomen. Het kan niet anders om jullie dit uit te leggen. Dit is even wat het is jongens. Het is... Het is ja. Ik moest, echt, ik moest drie boeken naast elkaar leggen en screenshots maken van die passages, zodat ik voor mezelf zeker weet dat ik hier niet onzin zit uit te kraaien, dat ik zeker weet dat er een onderscheid is. Dus daar is een Jezus geweest, die wordt de zoon van Pandira genoemd. Waarom wordt hij de zoon van Pandira genoemd? Zijn moeder, die Mariam, Miriam, Maria heet, had seks met deze Romeinse uh, een soort officier. En daar heeft ze Jezus mee gekregen. Dus er leeft een verhaal bij Joden, wat zegt dat Jezus een bastaard is. En dat Maria een hoer is. S uh, slet waar heel Romeins leger overheen is gegaan. Is het dezelfde Maria als waarin christenen geloven? Als je het mij vraagt, Niet. Want hier lezen wij dat deze Maria een kapster was. Maar de Maria waarin de christenen geloven. was een vrome dame opgegroeid in de tempel zoals de, de moslims ook geloven. Dat was geen kapster. Dus, dus het is hier een mishmash. Waarom? Mensen zijn te achterlijk om echt hun best te doen. om het een en ander te bestuderen en uit elkaar te halen. Dus wat krijg je wat ze hier in Nederland horen uh, zeggen? Je hebt de klokken horen luiden. En je, je trekt je eigen conclusies, je gaat appels met peren vergelijken. Dus als een Jood zegt: Wij in de taalmoed spreken wij niet over de Jezus van de christenen en niet de Maria van de christenen, dan lijkt het erop alsof ze gelijk hebben. Dat is wat ik kan vinden. Ik moet jullie eerlijk zeggen: ik heb er ook aan meegedaan. Ik heb ook altijd gezegd: goh, de, 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 uh, de taalmoed spreekt over Maria de Slet en Jezus de Bastaard. Ja, daar is een Jezus in de Talmud de bastaard en daar is een Maria, de slet. Maar die, die hebben een heel ander profiel. Ik hoop dat jullie het begrijpen. Dus die hebben een ander profiel. In de Koran bijvoorbeeld, Maria Maria wordt in de islamit in, in, in islam wordt ze de Batool genoemd. De Batool in het Hebreeuws betekent niks anders als de meid, een jonge dame. In het Arabisch betekent het een vrome dame, een dame die maagd is opgroeit in een tempel. Uh, uh, onder bescherming van haar oom uh, Zechariah. Dit is niet dezelfde Maria als in de taalmoed. Um, en daar is een andere verwijzing. Is dit een verwijzing naar Jezus en zijn moeder, is lastig vast te stellen. Het is niet helemaal waterdicht. We kunnen hier niet zomaar Joden gaan bashen omdat het ons uitkomt. Zelfs niet wanneer de christenen dat zeggen. Moeten wij als moslims niet zeggen van, oh, weet je wel, de christenen hebben het uh, uh, gezegd, dus we mogen... Nee. Je moet wel eerlijk kunnen getuigen, jongens. En in dit geval kan ik zelf niet vaststellen dat het dezelfde Jezus is en dezelfde Maria is. Het is te het, het is, het is toevallig. Oké, okay, hij heet Jezus. Hij heet Yeshua. Zijn moeder heet Maria. Maar dat kan. Hoeveel Miriam is een gewone naam in die tijd. Je hebt Miriam. Je hebt Maria Magdalena. De, wat de christenen doen, uh, dat doen ze vaak in de Bijbel. Ze gaan namen aanpassen. En dat is heel gevaarlijk, dat had ze nooit moeten doen. Dat creëert allerlei onzindingen. Maar goed, dus je hebt Meriem, de moeder van Jezus, en je hebt Meriam Magdalena. Maar zeggen de christenen, wij passen de, de Bijbel aan, zodat het uh, uh, handig is, zodat we geen fouten maken. We noemen de Moeder van Jezus Maria. Meriam, en we noemen Maria Magdalena, Magdalena, we geven haar de titel van het eh, plaats waar ze vandaan komt, zodat we ze kunnen onderscheiden. Maar in principe heet ze allemaal, allebei, Meriam. Dus de naam Meriam en de naam Yeshua was gewoon in die tijd veelvuldig gebruikte naam. Het is gewoon een Hebraïkse naam. Wat zal de Joden ervan weerhouden om het niet te gebruiken? Maar het is nogmaals, wat de christenen zeggen, waar ze de Joden van beschuldigen, is niet helemaal waterdicht. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb echt mijn best gedaan om een duidelijke connectie te vinden, zonder twijfel, maar deze connectie bevat twijfel. Het zou kunnen, zoals we lezen in de Koran, dat Mariam werd beschuldigd van seks uh, terwijl ze maagd is. In de, in, in de Koran lezen wij het verhaal dat M Mariam, Maria die altijd in de tempel was, uh, op een gegeven moment tussen zwanger was en ze dacht: niemand gaat me geloven. Dit kan niet, dit, niemand gaat me geloven dat ik als maagd zwanger ben geworden eh, eh, door een, een wonder van Allah. Wat heeft ze gedaan? Heeft ze de tempel verlaten? En ze zegt, zoals we lezen in de Koran, Allah, ik wou dat ik dood was en vergeten dat ik nooit heb bestaan, dan dat dit vandaag gebeurt. Daarmee bedoelt ze, want het was voor hun een heel grote schande. Het was, het was voor zo'n een, een meisje die in, in Allah gelooft, is het een heel grote schande dat mensen denken van haar dat ze. Uh, 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 seks heeft gehad, dat ze zich als slet heeft gedragen. Dus so, zo moet je dat vertalen. Dus ze zegt tegen Allah: Was ik maar dood en in vergetelheid geraakt, dan dat ik nu geconfronteerd moet worden met mensen die naar me kijken alsof ik een slet ben. Want hoe kom ik aan deze baby? Ze gaat terug. Allah zegt van je gaat terug en ze gaan je niks doen. Zij is teruggegaan en het eerste wat ze tegen haar hebben gezegd, die Joden, is: Maria, wat heb, dit lezen wij in de Koran. Allah, de, de God van de Koran, alle gebruikt uh, geen, um, hoe noem je dat, uh, um, op zijn taalgebruik. Dus hij zal nooit zeggen van Maria, waarom ben je slet en waarom heb je gedragen als slet. Alles uh, gebruikt woorden die bij hem passen als God. De enige waar God. Dus wij moeten de conclusies trekken. Zij, in de Koran lees je dat Joden op haar afkwamen, die toen de leiders waren van de tempel. En die hebben tegen Maria gezegd, hoe heb je zoiets kunnen doen? Jij stamt af. Van een heel vroom familie, van de Imran. De Imran is wat Joden en Christen noemen de Levi. Daar is ook volgens mij een jeans naar genoemd, een jeanssoort. De Levi, Levi jeans, dat soort zaken. De Levi is de naam van de vroomste van de twaalf stammen van de Joden. Wat wij kennen als de Imran, de familie van Jezus, Smoede, van, van Maria. Ze waren altijd vroom, hebben altijd in God geloofd, noem maar op. Dus ze hebben tegen haar gezegd: hoe heb je zoiets kunnen doen, terwijl je afstamt van zo'n vroom familie. Met andere woorden, vertaal het voor jezelf: hoe heb je de slet kunnen spelen? Dus in dat opzicht, is Maria wel beschuldigd door haar Joods gemeenschap van dit soort gedrag, van zedelijk gedrag. En dat is een conclusie die we eruit kunnen trekken. Maar nogmaals, dit is niet dezelfde Maria als waar de taal over praat. Dit is een Maria die opgroeit in de tempel en de taal praat over een Maria die kapster was. Dus ik denk dat we dit hier kunnen laten. Um, ja, en nogmaals, die extremiteit tussen Joden en de christenen. En de Christen noemen haar de moeder van God. Wat Joden gebruiken, als ze het hebben over uh, Jezus, maar niet alleen maar Jezus, iedere Jood die niet Joods wil zijn, iedere Jood die zich schaamt voor zijn geloof, want het is, het is nogal wat jongens, om te accepteren wat er allemaal in de Torah staat. Uh, 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 meisjes die seks hebben met hun vader. Uh, man uh, profeet profeten die seks hebben met, met hun schoondochters. Uh, Abraham, die zijn vrouw, uh, vraagt om, om, om de hoer te spelen bij een koning. Uh, het is heel wat. Dus als Jood heb je, moet je, het is echt heel wat als Jood om te accepteren wat de Tora allemaal vertelt. Dus er zijn heel veel Joden die om die reden niet Joods meer willen zijn, omdat ze zeggen van dit gaat ons te ver. Dit kan nooit oké okay zijn. Daar is een term voor, en dit is heel bijzonder, die moet ik met jullie delen. En dan ga ik denk ik stoppen. Dat is de term Hanifim. Hanifim wordt gebruikt door Joden om een hypocriet aan te wijzen. Wat ze daarmee bedoelen, iemand die uh, niet meer Joods willen zijn. De, norm, de term Hanif, Hanifim, wordt in de Koran juist als zeer tegenovergesteld gebruikt. Uh, lezen wij bijvoorbeeld in Surat al-Hajj. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق استغفر الله العظيم الله هي بفوت سورة الحج de mensen die echt in Allah geloven worden Hunafa Focussen. Uh, waar het bijvoorbeeld ook heel duidelijk wordt in het verhaal van Imran. Hier heb je hem, Imran, familie van, van Maria, de moeder van Jezus. Uh, in het in hoofdstuk van Imran vertelt Allah hoe Abraham was. En Allah zegt tegen de Joden: Waarom rekenen jullie Abraham tot jullie geloof? Het Joods geloof is ontstaan na de Torah. De Torah is gekomen met Mozes. Mozes is veel later dan Abraham. Dus terecht dat Allah de Joden een klap om de oren geeft. Waarom wil jullie elk groot profeet includeren in jullie eigen ras? Abraham was geen Jood, zegt Allah hier. Vers 67 gaat de B'L'Amstan Jim me, me. كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا هريت أو كافستايخين أغابش ما دكلانك حنيفيم حنيفا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم الله زيخت أبراهام was noch joods noch كريستا ولكن كان حنيفا ما هاي حنيفيم حنيفا يود أشي حنيف بنت دم بين زيف هاتن ديود. Dan met andere woorden, dan ben je een hypocriet. Dus in dat opzicht klopt het. Abraham was geen jood. De term jood was, was niet eens in de wereld toen Abraham leefde. Het jodendom is ontstaan, eh, zoals dat nu gepraktiseerd wordt, na de komst van de Torah. Dus de Koran is heel logisch. En het is ook een heel terecht vraag dat Allah aan de joden stelt. Waarom includeer jullie Abraham in jullie geloof, in jullie ras, niet in jullie geloof, in jullie ras? Abraham was geen jood, noch christen. Het christelijk geloof is ontstaan na Jezus. Dat is, dat is echt veel later. Het Jodendom is ontstaan na Mozes. Dat is veel later. Abraham was generaties daarvoor. Daar gaat het even niet om. Het gaat om de term Hanif. Die gebruiken de Joden om iemand aan te geven die niet hetzelfde wil geloven als uh, wat zij hier doen. We hebben het hier over de, de Talmud, en af en toe dwaal ik af om jullie net wat meer context te geven, maar we hebben het hier nog steeds over de Talmud. Uh, andere voorbeelden wat je in de Talmud vindt, waarom ik jullie verteld heb dat het een heel eng boek is, is, een uh, paar voorbeelden wat ik jullie kan geven, is bijvoorbeeld het volgende. De Talmud zegt tegen een Jood, als jij iets wil doen wat niet mag, doe dat niet bij de Joden, maar doe dat bij niet-Joods. Ga naar een andere plek waar geen Jood woont en doe daar hetgene wat je wil doen, wat niet mag. Dus met andere woorden, als je als Jood iets wil doen wat niet mag, doe dat niet zodat een Jood daar gevolgen van ondervindt. Doe alles wat je wil wat niet goed is, als het maar niet bij niet-Joden zijn. Um, in dezezelfde taalmoed leren de Joden dat ze alleen elkaar met respect mogen behandelen. Als je niet Joods bent, mag een Jood jou haten, jou uh, uh, doden, jou gebruiken als slaaf. Want, zeggen die Joden, God heeft maar één ras op aarde die hij ziet als mensen en dat zijn de Joden. Elk ander ras is te vergelijken met nog minder dan een dier. Dit staat in de Talmud. Iets anders, en dit is echt shocking. Dit is shocking, dit spant de kroon en... Noem maar op, alles wat je nog kan bedenken aan dit soort metafoor. Seks met kinderen is in de Talmud, in de Mishnah. Joden, met name Joods priest, mogen seks hebben met kinderen. Elk kind, van baby, vanaf zijn geboorte tussen 0 en 9 jaar, dus ook met baby's, daar mag je als Joods priest, als Joods rabbijn, seks mee hebben en God zal jou daar, zal jou daar niet voor straffen. Lees in de Mishnah. En, uh, uh, zowel, als, zowel man als vrouw. Ben je een volwassen man of ben je een volwassen vrouw? Je wil seks met een baby, niet alleen met een baby, van 0 tot 9 jaar. Dan mag dat, omdat uh, de Joodse Talmud zegt: uh, dat is geen seks. Dat wordt gezien als een soort. Uh, Daar geven ze eigenlijk geen naam voor, maar het wordt gezien als een handeling wat niet te vergelijken is met seks. Hier krijg ik kippenvel, jongens. Hier krijg je kippenvel. Joodse priesters mogen seks hebben met baby's. Baby's, peuters, kleuters, alles tot, tot ze negen jaar worden. Want oeh, -oe, nadat een kind negen jaar is geworden, kan hij in principe een zaadlozing krijgen. Dus als je dan nog seks met hem hebt, dan is het wel seks en dan mag het niet. Het is de omgekeerde wereld. De rest van de wereld die zegt, seks met kinderen is een mishandeling, dat mag niet. Wil je seks met iemand hebben, wacht tot die volwassen is en wacht tot die in staat is om vrijwillig die keus te maken. In de Joodse Torah en in de Talmud is het de omgekeerde wereld. Nee, zeggen de Joden, seks met kinderen is geen zonde. Het wordt een zonde als je het met een oud persoon gaat doen. Het is, het is heel eng. Dit is shocking. Dit, ik kan dit niet genoeg herhalen. Dit is, dit is shocking. Dit hoor je nooit. Weet je wat je wel hoort? Wat je wel hoort is dat ons profeet getrouwd zou zijn met een, 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 een meisje van 9 jaar. Waar is dit verhaal ontstaan? We hebben het niet in de Koran. We hebben het niet in de hadiths. Waar is het van ontstaan dat ons profeet getrouwd zou zijn met een meisje van 9 jaar? Het is hierdoor ontstaan. Wij weten dat ons profeet. Mecca, hoewel het een heel heilige stad is, daar mo moeten we als moslims ons daar ook in verdiepen, heeft ons profeet de Mecca verlaten. Daar staat de Kaaba, het heilige huis van God. Maar hij heeft het verlaten en hij is vertrokken, weliswaar onder dwang, want ze wilden hem doden. Dus hij is vertrokken, hij heeft de moslims vooropgestuurd en later is hij bijgekomen. Weet je wel, toen hebben ze dat liedje voor hem gezongen al Ze waren blij dat ook ons profeet uh, 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 ongedeerd kon aankomen, precies zoals een goed kapitein zich hoort te gedragen. Jij springt niet eerst vanuit een zinkende schip. Je redt iedereen, want je bent de kapitein van het schip. Hetzelfde heeft ons profeet gedaan. Hij heeft moslims uh, uh, naar Medina gestuurd, uh, nadat ze ze zijn eerst bij een christelijke uh, koning. Dat moet ook verteld worden. Dat is misschien ook wel leuk. Ze zijn eerst in Ethiopië bij een christelijke koning. Uh, uh, hebben ze bescherming gekregen. Die christelijke koning die zegt tegen uh, de Korijs dat ze deze moslims niet gaan krijgen. Want de lijn tussen de moslims en de christenen is een heel dun lijn. En hij zwoer op God dat hij deze moslims zal beschermen. Met zijn leven als het moet. Dus dat was een christelijke koning. Daarom denk ik van, je kan niet zeggen van ik haat joden en ik haat christenen. Dat kan je zo niet vertellen. Dat, dat is gewoon, daar ben je achterlijk bezig. Dat willen we niet. Want er zijn ook christenen die moslims hebben beschermd. En, en waar de profeet heel tevreden over was. Waar de profeet met heel veel lof over sprak. Zoals over deze christelijke koning. Heeft de profeet gezegd: ga naar zijn land. Want het is een heel rechtvaardig koning. Hij was christelijk, heel rechtvaardig. In zijn land wordt niemand onrecht aangedaan. Dus onze profeet sprak met heel veel lof over deze christelijke koning. Wie ben jij nu als moslim om tegen de christenen te zeggen: je moet dood, je moet naar de hel. Hoe the hell are you? Wie ben jij en wie ben ik? Laat het voor wat het is. Dat is tussen, dat is tussen de mensen en tussen God. Maar ik ben weer aan het afdwalen. Het verhaal is. Waar komt het vandaan dat ons profeet getrouwd was met een negenjarig meisje? Het is dit. En ik zat jullie te vertellen, hij is uit Mekka vertrokken naar Medina. Wat nu heet de stad van de profeet, maar Medina heette niet altijd Medina. Het had vroeger een Hebreeuwse naam en het was Yathrib. En het was Yathrib omdat daar heel veel Joden woonden. Waarom woonden heel veel Joden daar? Omdat toen de Joden van toen die de echte toren hadden bestudeerd, hadden in hun prophecies gekregen dat de volgende profeet van, van de ware God in Yathrib uiteindelijk uh, zal belanden. Dus zijn ze massaal daar gaan vestigen en gaan vermenigvuldigen. Yathrib was met name joods. En, um, dus op een gegeven moment, um, net als die Joden die uh, Jezus gingen aanhangen. want elke keer zijn ze afgedwaden, komt een profeet en dan gaan ze weer terug naar het originele. Dus na Jezus kwam Mohammed. Dus er waren Joden in Yathrib die ons profeet gingen aanhangen. die moslim zijn geworden. En ik denk met goed bedoelingen. Goede bedoelingen, wilden ze van ons profeet een, een uh, priester maken. Want um, seks met kinderen was niet bedoeld, uh, zeggen de Joden. Dit is even los van de islam, jongens. Ik weet niet wie er allemaal zit luisteren en hoe, hoe geconstateerd je bent. Koran is tegen seks met kinderen. Ik heb het nu over de Talmud. De Joods Talmud en de Joods Torah. die staat toe dat je seks mag hebben met kinderen. En ik ben je aan het uitleggen. hoe deze beschuldiging uiteindelijk is komen te hangen aan ons profeet. Dus we hadden Yathrib was bewoond door heel veel Joden. die zijn uh, later moslim geworden. en ik denk. dus mijn conclusie als je het heel verhaal bestudeert. Um, dat ze uit een soort respect voor onze profeet. dit verhaal aan hem wilden hangen. Want in de Joodse Torah en in de Joodse Talmud. waren het alleen maar priesters die seks hadden met kinderen. En met goed bedoelde intentie. wilden ze van ons profeet een soort priesterstatus maken. Ze wilden hem een soort priesterstatus geven. En ik denk dat de Joden toen met nogmaals goede bedoelingen. weet ik niet, alleen alle weten het. Dit is even mijn conclusie. Ik denk dat ze toen met de beste bedoelingen. Ons profeet wilde neerzetten als een soort priester, want het was voor de Joden de hoogste status van vroom en geloof. En een priester had altijd seks met kinderen, dus hebben ze bedacht: weet je wat, wat wij in de Torah hebben, gunnen wij deze profeet als een soort eer. En ze zijn het verhaal in de wereld gaan creëren en circuleren dat onze profeet getrouwd is met Aisha toen ze negen was. Waar heeft de oorsprong? In de Torah en in de Talmud. En als de Joden zitten te luisteren en die tegen mij dan gaan zeggen van ja maar de Talmud is de Talmud, dat is niet de Torah. Nee jongens, je leest in de Torah in Numbers, lees je het verhaal van God die tegen Mozes zegt dat hij de Midianites moet doden. Inclusief dieren, ezels, kinderen, alles moet dood. Alles moet dood. Dus Yahweh, de God van de Joden zegt tegen Mozes in Numbers dat is, dat is de Torah. Numbers is een boek van de Torah, een van de vijf boeken. Dood alles, maar dat was maar. Hou alleen over uh, mensen die maagd zijn en kinderen die maagd zijn. En nou zou je kunnen zeggen: hoe kunnen kinderen maagd zijn? Kinderen zijn toch altijd maagd. Wie heeft nog seks met kinderen? Joden hadden seks met kinderen. Priesters van de Joden hadden seks met kinderen. Dus voor hun was er wel degelijk een verschil tussen maagd kinderen. En kinderen die niet meer, niet meer maagd waren, want die waren al gebruikt door de priesters. In het verhaal van Mozes in Numbers moest Mozes eh, kinderen die nog eh, maagd waren apart houden voor de priesters. Want de priesters mochten daar in naam van Yahweh, van Hashem, die Joodse God, konden daar seks mee hebben. Dus seks met kinderen bestaat in de Torah, alleen in de Torah en het was iets wat eh, priesters deden. En priesters die hebben een heel hoog status. En deze joden die ons profeet gingen aanhangen en hem ook een, een goede uh, status wilden geven, die gingen iets rampzaligs doen. Die gingen op hem het verhaal toepassen van de Torah. Terwijl de Koran zegt alles behalve dit soort, dit soort circus, dit soort, dit, dit soort zonde, incest, seks met je moeder, seks met je vader, seks met je zus, met je dochter, met kinderen. Dat is absoluut uit de boze. En dit zou het verhaal kunnen zijn waarom ons profeet nu wereldwijd wordt beschuldigd dat hij getrouwd zou zijn met een, een meisje van 9 jaar. Terwijl wij, terwijl wij de moslims, dit nergens hebben. Nog in de Koran en nog in de Hadith. En nu ga ik echt stoppen, jongens. De rest van het verhaal komt inshallah een andere keer um, als ik weer tijd vind. Um, dus voor nu, salam alaikum wa rahmatullahi wa Doe Hou voor jezelf, hou van iedereen en doe je best. En inshallah spreek ik jullie in een volgende deel.